De aanvoerder tevreden na deze wedstrijd tegen AZ? Na een 3-0 overwinning ben ik wel zeker tevreden. Ik denk dat we het in het begin iets wat moeilijk hadden. Wat lange ballen van ons, maar daarna wisten we goed positiespel vanuit achter te spelen. En dan kun je zien dat we dat ook heel goed beheersen. En dat resulteert in een 3-0 in de eerste helft. En dan is het goed dat we dat vasthouden en dat die uitslag zo blijft staan. En weer de 0 hier in Eindhoven. Ja, eigenlijk vanaf het doelpunt een zorgeloos avondje voor PSV. Denk het wel. Misschien hadden we, als je heel kritisch bent, nog meer doelpunten kunnen maken. Maar ik denk dat we met z'n allen heel erg hard gevochten hebben. En dat vanaf de tribunes ook zichtbaar was. En als we boven verloren, dat we ook volle bak druk zetten. En dan zie je dat het heel moeilijk wordt voor elke tegenstander hier. Ja, ik hoor PSV supporters vaak zeggen, PSV moet uitstralen dat hier in Eindhoven niks te halen valt. Zo'n avond is het een beetje geweest, hè? Ja, inderdaad. Maar ik denk ook dat we hier gewoon een goede reeks neerzetten. Want wat ik net al zeg, we hebben 9 wedstrijden hier thuis gespeeld. En volgens mij hebben we daar 1 doelpunt in tegen gehad. En dat kunnen niet veel teams zeggen. Ja, vanwaar dan toch nog geen euforie, toch nog een beetje voorzichtigheid? We hebben 3-0 gewoon natuurlijk topresultaat. Maar donderdag wacht ons weer een wedstrijd. En we hebben weer een mooie reeks wedstrijden. En natuurlijk, deze avond geniet ik van deze overwinning. Morgen lekker vrij en dan maandag weer aan de bak. Ja, een hele waslijst met afwezigen, dat is geen thema geweest. Er is vanavond ook niks van gemerkt. Hoe leeft dat in de groep, dat er zoveel spelers niet kunnen spelen om diverse redenen? Nou, jij zegt het eigenlijk al, het is geen thema geweest, voor ons niet. En gelukkig voor de buitenwacht ook niet, dat daar heel veel aandacht aan besteed is. Want we hebben het met dit team ook heel goed kunnen doen en dat is vanavond gebleken. Ja, dat geeft aan dat we een sterke selectie hebben. Ook als de jongens niet kunnen spelen, dat we dat toch opvangen. En belangrijk dat Luc en Andres ook weer terug zijn. Ja, het enige moment waarop het even een thema werd, was met de vraag wie zal er vanavond aanvoerder zijn. Want 1, 2, 3 en 4 waren er niet. Toch aardig dat die band op jouw arm komt? Ja, precies. Maar dat is een bijzaak. En natuurlijk voor mij mooi. Alleen wat je zegt, het is gewoon een bijzaak en het is een band om je arm. En voor de rest niet echt. Nog wat te zeuren over vanavond? Eigenlijk niet, hè? Kan niks verzinnen. Nee, precies. Gewoon lekker 3-0 gewonnen, 3 doelpunten en geen goals tegen. Stop.